Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Sarah en vandaag gaan we iets superleuks maken, namelijk een slinger. En ik ga een slinger maken voor kerst met Merry Xmas erop. Maar je kan natuurlijk alle andere teksten erop maken. Je kan bijvoorbeeld een slinger maken met je naam of een verjaardagsslinger. Maar ik ga vandaag een kerstslinger maken. En wat heb je daarvoor nodig? Nou, allereerst natuurlijk stofjes. En ik heb voor de vlaggetjes zelf deze zwarte tricot gekozen. Dan voor de letters deze blauwe stof. En voor de sterren deze leuke paillettenstof. Dan heb je wat schabloontjes nodig van de letters die je wilt gaan gebruiken. Die heb ik opgezocht op internet en daarna uitgeknipt. En ik heb er een beetje op gelet dat alle letters wel goed bij elkaar passen. Dan heb ik nog een sterretje. En ik heb de vorm van het vlaggetje. Je kan elke vorm gebruiken die je wil. Ik vind dit wel een hele leuke vorm. Je kan natuurlijk ook gewoon rechte vlaggetjes of een puntvlaggetje maken. Net wat jij leuk vindt. Dan heb je touw nodig om je vlag mee op te hangen. En ik heb gewoon gekozen voor dit touw, maar je kan ook lint doen of iets anders. Speldjes, een stofschaar en een gewone schaar om je letters uit te knippen. En natuurlijk de naaimachine met bijpassende garen. Laten we snel beginnen. Allereerst knip je je letters uit. En ik wil op mijn vlag Merry Xmas schrijven. Nou, dan heb je natuurlijk niet twee M'en nodig, dus ik heb er maar één uitgeknipt. En je hebt ook twee R'en nodig, maar ik heb er nu ook maar één uitgeknipt, want die R knip ik dan gewoon twee keer uit. Dan het malletje voor de vlag en de ster. En je schaar en je spelden. We gaan nu de letters op het stofje spelden. Voor de letters heb ik voor dit leuke blauwe stofje gekozen. Ja, blauw-groen is het een beetje. Dit vond ik wel leuk voor de kerst. En ik ga even met twee letters voordoen hoe ik dat dan doe. Met de M en de R. De rest leg ik even aan de kant. Dat gaat eigenlijk precies op dezelfde manier. Je legt je letter gewoon op je stofje. Dan zet je er wat speldjes in en dan knip je hem netjes uit. Gewoon precies op het randje. En met de R doe je hetzelfde. Je zet er speldjes in. En dan knip je hem heel netjes uit. En dat ga ik nu even doen. En dan laat ik zo meteen zien hoe het eruit komt te zien. En als je ze dan hebt gespeld, kun je ze gaan uitknippen. Dit zijn alle letters als ze gaan uitgeknipt. En samen vormt het dan Merry Xmas. Met het sterretje erachter. En het sterretje heb ik op precies dezelfde manier gedaan als de twee andere letters. We gaan nu beginnen met het maken van de vlaggetjes, want alle letters hebben we af. En toen ik dit ging voorbereiden, werd ik iets te enthousiast met het knippen. Dus heb ik per ongeluk alle vlaggetjes al uitgeknipt. Maar ik ga jullie wel even uitleggen hoe ik dit heb gedaan. Want zoals je ziet, zijn het eigenlijk twee van deze vlaggetjes aan elkaar. En wat ik heb gedaan, ik heb een grote reep stof. Die heb ik dubbel gevouwen. En dan heb je hier een vouw. Daar heb ik deze kant van mijn papiertje tegen aangelegd. En dan heb ik hem zo net ietsje groter dan het papiertje uitgeknipt. En omdat je stof dan dubbel lag met hier de stofvouw, krijg je dan zo'n vlaggetje. En ik heb dit zo gedaan omdat ik hem straks dan door het touwtje heen ga doen. En dan ga ik dit stukje stikken. En dan zit het touwtje er mooi doorheen zonder naadje aan de bovenkant. Ik ga nu laten zien hoe ik op de vlaggetjes de letters ga maken. Nou, allereerst haal ik de letter er nog even af. En dan kijk ik wat ik de mooie kant van de stof vind. Nou, hier zitten een beetje ribbeltjes op. Dit is gewoon de gladde kant, dus dit vind ik de mooiste kant. Dus ik draai hem even om, zodat de goede kant bovenaan zit. Dan vouw ik hem heel even dubbel. En dat maakt niet zoveel uit. Zodat ik even weet waar het midden zit. En daar zet ik dan even een speldje. Nou, hier zit dan dus ongeveer het midden. En dan ga ik de letter erop leggen. Ik hoop dat je
En dan wil ik hem natuurlijk een beetje in het midden. En dan zorg ik dat hij helemaal goed ligt. En dan ga ik hem erop spelden. En dan speld ik hem helemaal vast. En dat doe ik ook met alle andere vlaggetjes, met alle andere letters. En als ik die dan allemaal gespeld heb, ga ik ze allemaal gewoon stikken. Gewoon langs het randje. Zoals je hier kunt zien, heb ik nu alle letters erop vastgestikt. En het is best wel lastig. Dus je moet goed je naald even in je naaimachine zetten. Zodat je hem kan, het voetje omhoog kan doen. En je stof kan keren, zodat je mooie rechte hoeken kan maken. En kan je nou nog niet zo goed bochtjes naaien, kan je dat ook eerst even oefenen met gewoon een stukje van je reststof, wat je over hebt. En dan kan je even proberen cirkeltjes te naaien, zodat je een beetje het gevoel kan krijgen van het ronddraaien. Nou, wat we nu gaan doen is we ze allemaal erop gestikt hebben. Ik heb hier even een voorbeeldje van een soort vlaggetje wat we hier ook hebben liggen. En zoals je misschien wel kunt zien, zit hierboven een stiknaadje en hier doorheen zit het vlaggetje. En dat gaan we precies dezelfde manier doen hier. En dan steken we hem zo vast. En dan hier ook, zodat hij er gewoon omheen zit. Dat is het handigst, vind ik. En daarvoor heb je natuurlijk een stukje touw nodig. En ook even een centimeter, zodat je kan meten hoeveel ruimte je tussen de vlaggetjes gaat houden. Dus ik ga eerst even kijken wat ik een mooie lengte vind om het beginstuk te maken. Want je moet hem natuurlijk wel mooi kunnen ophangen. Nou, dan meet ik vanaf het begin van de touw met mijn centimeter. Nou, even kijken. Ik denk dat ik 55 centimeter, dat is ongeveer zoveel als beginstuk ga doen, zodat je hem nog wel goed kan ophangen. Dus dan gaan we hier beginnen met het eerste vlaggetje. En daar steek ik dan gewoon even een spel doorheen. Om het jullie even goed te laten zien, heb ik jullie even zo neergezet. En zoals je kan zien zit hier het speldje bij de 55 centimeter. En hier heb ik het laatste vlaggetje, de ster. Je begint met het laatste vlaggetje, want je gaat die kant op. En ik wil niet eerst de touw afknippen, omdat ik nog niet helemaal weet hoeveel ik nodig heb. Nou, ik zet heel even wat op dit stukje van de touw, omdat het een beetje opkrult. Omdat ze een beetje vervelen. En dan zet ik ook even hierop. Het vlaggetje ligt er nu onder. En die ga ik dubbel vouwen met de letter, of in dit geval de ster, naar voren. En dan ga ik hier deze punt op elkaar leggen. En als die op elkaar ligt, dan doe ik er een speldje aan deze kant van de punt. En ook aan de andere kant van de punt. En dan ga ik dit ook spelden. Dit hoekje en dit hoekje. Tot ongeveer. En dan strijk je hem even plat. Dan pak je je centimeter er weer even bij. En dan doe je dat tot 1,5 centimeter. Tot daar speld je hem. Zoals je kunt zien heb ik hem nu helemaal gespeld. En dit ga ik met alle andere vlaggetjes ook doen. Maar eerst ga ik met mijn meetlint even kijken hoe ver ik het andere vlaggetje er vandaan wil hebben. En ik denk dat ik dat 5 à 10 centimeter ga doen. En dan zet ik het andere vlaggetje daar neer op precies dezelfde manier. En zo ga ik verder tot ik alle vlaggetjes eraan heb. En daarna kan ik ze gaan stikken.